no. Meneer Abraham, zes jullie verkiezingen. Gaan we u dan officieel voorzitter noemen dan? Gaat u zich kandidaat stellen? U loopt vooruit op zaken, dat weten we nog niet. U weet dat er op het ogenblik een, de interne verkiezingen gehouden zullen worden. Dus de verkiezingen zullen dat uitwijzen. Maar gaat u zich kandidaat stellen? Dat is nou op het ogenblik niet aan de orde. Voorzitter Abrahams klinkt wel goed. Ja, maar ik zeg u, dat is op het ogenblik. Wij hebben bepaalde regels binnen onze organisatie. En je moet eerst gekozen worden tot lid van het hoofdbestuur. Zolang je geen lid van het hoofdbestuur bent, kun je geen kandidaatstelling doen van een voorzitter. Dus... Heeft u die ambities? Ik heb een achterban. En ik luister naar mijn achterban. Heeft u die ambities? Heb ik altijd gehad, anders was ik geen voorzitter op het ogenblik van de partij. En ik heb als tweede man al ruim 24 jaar, naast Boutersen, achter Boutersen, heb ik leiding gegeven aan de partij. Onder alle omstandigheden. En we hebben hele grote successen behaald. Men geeft aan dat u de ideale kandidaat bent. Omdat u Boutersen, u was bij Boutersen, u nanga mawaka lontu alasan. Maar eigenlijk, u moest naar een partij. Hoe gaat u daarmee om? Ik stel mij open, dat wil nog zeggen, ik moet eerst gekozen worden. Jullie willen dingen horen die er niet zijn op het ogenblik. Het werd toch duidelijk geweest, alvorens ik niet gekozen word in het hoofdbestuur, kan ik mij niet kandidaat stellen. Er is een verkiezingsreglement binnen onze organisatie en daar moeten we ons aan houden.